Yes, een hele goede morgen jongens en welkom alweer bij een nieuwe vlog. Ik ben hier helemaal Saman. Goedemorgen man. In ieder geval, ik ben net wakker geworden. Het is altijd raar wakker worden als je zeg maar ineens je wordt wakker en je hebt even een paar seconden nodig om te beseffen dat je in een ander land bent ofzo. En ja man, ze zijn hier aan het snoeien. Zeg maar man. Zeg maar man. Hey. Dingen, man, alsof we hier op zo'n motorcrossbaan zitten, man. Zo lijkt het ook. Ik heb een flesjes water hier zo. Voor de mensen die het niet weten, in Spanje kan je beter niet van de kraan drinken. Ik denk dat de meesten het al weten als ze hier zijn geweest. Veel mensen zijn al in Spanje geweest, ik ben nog in Spanje geweest. Maar ja, dan heb ik gewoon lekker flesjes water, man. Dus ik ga even water drinken, een beetje wakker worden, lekker douche nemen en dan mag de dag van mij beginnen, man. Nou. Smooth boy! Rustig? Lekker man, met jou? Lekker man, lekker. Je bent wakker man, Bik. Wakker bro, ja man. Fit. Ja, man. Fit. Ja man, ik ben best wel fit man. Zo. Even lekker douchen nu en dat soort dingen. Zo, wel irritant man, die mensen hier. Wij horen ze niet, hè daar. Nee? Zo, wij wel man. Ik kwam hier, ik dacht, joh, is het gek man. Ja man. Maar jij hebt natuurlijk allemaal spullen in mijn koffer liggen. Ja man, vloeibare spullen. Zo, niet te vertrouwen. Hoor dit bro? We zijn aangekomen. Bro, gisteren was jij nog super glad. Jij hebt na één dag tanden voor haar op je wang. Ja, ik zei toch, ik heb goede haar voor je. Hoezo lijkt je niet goed een keer, man? Ja, een beetje schitterend. Je komt altijd met die babyface, met die lotion alsof je reclame maakt voor Zwitser. Ik ga zo meteen weer scheren, daarom moet ik me spullen. Nee, maar je hebt wel goede baard voor je, man. Wat doe je, man, Pik? Kijk. Die VMR. Nou, ik ben nu in jouw appartement. Hey, ik zeg jullie, jullie hebben wel een grotere woonkamer, man. Of het lijkt zo. Het lijkt denk ik zo. Ik vind het alles ingewikkeld. Oh, je hebt wel een mooiere bank. Ja, het is een, je kan het uittrekken, man. Ik vind... Hij snurkt als een beer, man. Meer dan ik? Ja, zo gelijk. Zo. Ja, hij is ziek. Ja. Hij zakt te veel dik, ze killt het bijna. Zo, oh, damn. Bro, je hebt zelfs balkon, man. Die heb ik niet eens, mijn balkon. Heb je geen balkon? Nee, man. Ik ben het disrespect met mijn blok, man. Ja, man, blok C man bro. Jilla daar man. Jilla daar man. Nou jongens, we zijn on the move. Hoe heet dit Nesem? Cababro? Cababro. Gekke supermarkt. Ik zeg eerlijk jongens, ik ben dan niet vaak in het buitenland geweest, maar vroeger altijd als ik naar het buitenland ging, vond ik het supermarkt een van de leukste dingen, omdat je zeg maar allemaal dingen hebt die je niet kent en zo. Dat is wel tof. You don't got a dinosaur egg, but we find the dinosaur. Wat gebeurt er? De cornflakes. Hier rijden helemaal stuk. Dit is wel een boze car man bro. Besef, we blijven maar 3 dagen. Ja. Dat is toch cool. Eigenlijk wel 3 te veel. Ja, ik weet niet hoor bro. Volgens mij gaat het precies genoeg zijn. Ja? Ja denk het wel. Check hem. Wat? Ja yes, jongens, we hebben een beetje onze ding al gedaan, we hebben het lekker even gegeten en noem maar op. En ik weet niet of jullie dit horen, echt tante veel... Ik zeg jullie eerlijk jongens, zijn echt tante veel beesten hier. Soms zie ik ineens een gek, weet ik veel, van die kleine hagedisjes lopen. Ik weet niet hoe precies heet, salamanders ofzo. En ja, nu gaan we naar, Summer Tour of weet je dat, Totally Summer Tour ofzo. En daar gaan ook mensen optreden, Boef gaat er optreden en nog een paar artiesten. En daar gaan we ook interviewen, het is een soort van vissa of zo. En dus we moeten zo hier beneden zijn en dan worden we opgehaald door een taxi. Of volgens mij staat die taxi er al. Yes, volgens mij is die er. En dan gaan we lekker move daar naartoe en zo is mijn beeld ineens donker. Wat een disrespect is dit zeg. Oh. Dus ik ben eigenlijk klaar om te moven man, let's go. Nou, ik ben met een paar strijders die ook naar Totally Summer toe gaan. Zeker. Lekker man, lekker man. Hoe lang zijn jullie hier? Oh, hoe lang blijven jullie? Ja, 10 dagen, dat is dan donderdag. Zo, maar je bent al, ben je al fucked op gegaan? Ja, nou ja. Ja, meerdere keren. Ja, gaat het gek, gaat het gek. Ik zie allemaal bandjes en zo. Jullie pakken veel feest, hè? Ja, zeker. Lekker man. Ja, toch? Zeker. Lekker man, jongens. Hey bro. Overdag ziet het hier wel heel anders eruit, man, dan gisteren. Netjes een boulevard. Gisteren waren gewoon zombies hier en zo, man, bro. Wat is nice ga je zien, bro? Apocalypse. Lekker man. Ik weet ook een van de albums van toepakken. Wat? Apocalypse. Nice.
Heb je geluisterd? Nee, totaal niet. Nieuwe film al gezien? Nee, ook niet. Ik ben geen Tupac supporter. Ja, ik hoop wel als Ronnie een film maakt, ga ik wel checken gelijk. Nou jongens, we zijn ondertussen aangekomen op Tony Lee Summer. Een soort van feest en zo. Muziek wordt wel heel hard. Hier gaan we zo interviewen. Kom maar op. Ja man, lekker man bro. Ja, je kan niet zo zijn man. Zo, je bent wel lekker bezig man. Ja, goed eruit. Ja man, voelt het goed. Schaal van 1 tot 10, hoe lekker voelt dit? Ja, lekker man bro. Nou jongens, ik ben nu backstage. Ik ben eventjes een rustmomentje aan het pakken. We hebben net een paar interviews achter de rug. Of een paar, best wel een aantal. En best wel leuk interview geworden. Het was veel drukte man, mensen komen op je af. Weet je toch, mensen komen gewoon door het filmpje heen, zeg maar, of in ieder geval door het interview heen komen ze met je op de foto gaan en zo. Allemaal chaos, maar we hebben een leuk interviewtje achter kunnen leggen. Maar we hebben in ieder geval een leuk interviewtje af kunnen leggen en nu zit ik even backstage, maar even tot rust komen. En dan zo meteen ga ik weer even te druk in ofzo. Hey!
Mooie mensen, luister. Wie is er nog niet? Jullie weten pas supergaande, toch? Die weten pas super. Jongens, wat ons net is overkomen, ik snap er niks meer van, Nes. Bro, we hebben heel die tent kapot gemaakt. Ja, man. Mijn stem is weg. Het was echt. We waren niet eens geboekt of niks, man. Het was gewoon puur toeval, man. Ja, maar broer, Lil Kleine ging weg en ze hebben we overgenomen. Ja, man. Maar ik moet wel zeggen dat ik snap de Lil Kleine wel. Ik snap hem wel. De kwaliteit van de geluid was zo. Ja, maar en die man bleef het maar verkeerd doen. Hij bleef het opfokken. En hij zei al 1000 keer van, bro, als ik verander die ding. Maar ja, hij fokte het op, man. Maar en toen ineens ging hij, ja, loog het weg en toen zei de, ja. De police squad zei van, hey. Gooi die pardon, ik zeg ja. Zo, we hebben helemaal. Bro, ik zit gewoon vol anderen. Gewoon die kleine kinderen. Alsof ik mijn eerste pointje op battle had gewonnen. Zo goed, ik, man, bro. Dat was leuk, man. Dat was een droom. Nee, man. Gewoon het publiek zo los zien gaan, bro. Dat gevoel is niet normaal. Ja, dat is leuk. Die tent ging los, man. Ja, man. Alles omhoog, mijn plannen gemaakt. Mijn visie, mijn breed. Ik heb mijn kans en mijn grote tijd. Was bloot. Mijn andere zaal. Nee, het was in die grote. Gaat alles omhoog. 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 Mijn visie, mijn breed. Ik heb mijn kans en mijn grote tijd. Ik was bloot. We hadden geen zaal. Nee, het was in die grote. Gaat alles omhoog. Yes, jongens, we zijn alweer bij het einde van de vlog aangekomen. En het had een keer moeten gebeuren nu in het buitenland dat ik mijn vlog vooral af te sluiten. Maar in ieder geval, het was gisteren hartstikke gezellig. Zoveel lof gekregen, dat is echt niet normaal, man. Ik heb gewoon nog in bed gelegen en bij mezelf gedacht van wauw, wat is er hier allemaal gebeurd, man. Ook gewoon nog nadat we in Barcelona waren geweest bij Totally Sam, waren we natuurlijk teruggegaan, gingen nog eventjes Lorette checken. De liefde die daar kreeg was ook niet normaal, man. En weet je toch, het is echt net dat mensen alles omhoog gingen zingen. Tante hoort, man. Ja, het is niet normaal. Dus bij iedereen een dikke shout-out aan jullie die er gisteren allemaal waren en gisteren hebben gesupport. Veel lof. En ik ga de vlog afsluiten en dan ga ik de volgende vlog alweer beginnen, man. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben en tot de volgende vlog. Love jullie.